We hebben meer laatste beelden van deelnemers. Dit is met nummer 18, Ries Huisman. Rijdt in de auto waarmee Dieter Depping vorig jaar de Golden Tulip Rally won. Het is een Ford Sierra Cosworth 4x4, het oude model van Ford. Maar Huisman zou gedisqualificeerd worden. Zou bij de start in Beekbergen op zaterdagmorgen in het Park Vermee de achterklep van de auto hebben opengemaakt. En dat mag niet. En Huisman werd gedisqualificeerd. Dat kostte hem een 8e plaats in het algemeen klassement. En dan naar de andere deelnemers met nummer 2, Ries Huisman en Han Hogendoorn. Zij reden in de Ford Sierra Cosworth, waar vorig jaar Dieter Depping Nederlands rallykampioen mee is geworden. Now then, our onboard camera car, which is Huisman, Ries Huisman en Han Hogendoorn. 180, Harpin rechts. On the VR4, we'll ride on board with them for a little while. Haaks links. Eto, haaks rechts, rond. 120, chicane, rechts in. Eto, haaks links. 40, haaks links. 200. Haaks rechts, rond. Haaks Huisman en Hogendoorn. Ja, vrij. Into haaks links, rond. 50, haaks rechts, rond. 60, chicane. Into haaks rechts, rond. 60, haaks links, rond. Into, haaks rechts, rond. 200, chicane, links in. 1-2, haaks rechts, rond. 180, haaks links. 1-2, haaks rechts. 1-2, medium links. 1-2, haaks rechts. 100, haaks rechts, container. 80, haaks links, rond. 60, haaks links, rechtshouding. Ries Huisman gaat eraf op dezelfde plaats van Litaar. Enkel dit keer loopt het mis. De co-piloot van Huisman is ernstig gewond en de proef wordt geneutraliseerd om de ambulance op het parcours te laten. Rallye de Bocholt entrait aussi en ligne de compte pour le championnat des Pays-Bas. Cinquième au général, premier hollandais, un habitué, Ries Huismans, sur une Ford Sierra. Ronder Jan van der Maro en deze Ries Huisman en Han Hogendoorn. Maar ook Hans Stacey was aanwezig. Goed. We zijn auto aan het proberen aan het afstellen, want hij is opnieuw opgebouwd. Met nieuwe delen er aan, dus... Ik ben nog niet helemaal tevreden over de motor, lijkt wel, maar dat kan ook aan mij liggen omdat je de snelheid een beetje ontwend bent of gewend. Of ja, ik weet niet wat ik ervan zeggen moet, maar het idee is dat het nog niet snel genoeg gaat. Een andere Nederlander die veelvuldig in België reed voor zijn plezier is Ries Huisman met de Ford Escort World Rally Car. In beeld met start naar mee met de Ford Escort World Rally Car. Twee fouten in de eerste proef. Het bijveld is nog ietsje sneller, een paar secondjes, Wevers. Niet. We hebben
Oh, ik ben wel tevreden. Ik zal wel 5 of 6 weer worden, maar ik ben er wel blij mee. Deze wedstrijd telt mee voor het Nationaal Nederlands Rally Sprintkampioenschap.